Yo! Een hele goede dag. Ik moet nog even snel op Insta posten. Een lichtje aanmaken. De ramen. Ik weet eigenlijk nog niet eens nog hoe ik moet kiezen, man. Ik weet niet eens hoe ik moet kiezen. Ik dacht iets van een getal onder de zoveel of zoiets. Of... Ik heb geen idee. Ik weet ook niet hoe de rest het normaal doet. Hoe ze mensen kiezen, zeg maar. Kijk hoor. Tuurlijk doerie. Even op Insta posten toch. Zo. So. Oké. Okay. Deze nog even snel neerknallen, zo. Alright. Alright, alright. Er is nog die erin. Oh. Oké. Okay. Hoe moet ik kiezen, jongens? Hebben jullie misschien een idee hoe ik moet kiezen? Wat het meest eerlijkste is. Ik doe ongeveer 4 à 5 potjes vandaag. Dus. Getal onder de 100. Getal onder de 100. Lekker op tijd, goedenavond. Ja, tuurlijk. Tuurlijk zijn we op tijd. Heel van Kio. Dat is goed, jongen. Beste LB van de game. Links buiten. Ik vind Sané wel heel erg lekker. Sané vind ik wel heel erg lekker. Wel de tots. Getal onder de 30. Een persoonlijke vraag, Tony. Eerst die juist heeft mag spelen. Ja, ik weet wel een hele persoonlijke vraag. Maar ik denk dat niemand hem weet. Ik denk dat niemand hem weet. Oké. Okay. Ik heb een tattoo op mijn ribben. En wat staat er op mijn ribben? Wat staat er? Als niemand dat weet, dan doe ik gewoon een getal 130 of 40 of zo. Never give up, enjoy life. Nee, allebei niet. Tuurlijk staat er ook niet. Nee, ook niet Tim. Nou, pijn komt kracht ook niet. Ook geen never give up, ook geen Twente. Albert Heijn. Mama? Nee, is dat ook een mama? Check zijn Instagram, dan kan je de foto zien. Ja, maar daar is het ook wazig op, dus je kan het ook niet echt zien. Oké, okay, ik gezin Tony Kok, nee. Oké, okay. Weet je wat, we doen een getal onder de, ja, wat zullen we doen? Getal onder de 50 of zo? Nothing really matters, nee, dat ook niet. Nee, ik denk niet dat jullie het kunnen raden. Doe een getal onder de 50, onder de 100. Doe eens even onder de 100. Ik vind het wel goed, onder de 100. Ik heb de oplossing al geappt. Oh, dan ga ik even kijken, Toompie. Misschien is hij wel een betere.
Oh, dat is wel goed. Dat is voor de nummer 2, Toompie. Doen we nu een getal? Onder de... Onder... Oh, wacht, wacht, wacht. Jongens, ik was nog niet begonnen. We beginnen... Wacht, wacht. Rustig aan. We hebben een pauze. Terwijl we weer normale tekst hebben. Ik heb nog eens een nummer in mijn hoofd. Ik heb nog eens een nummer in mijn hoofd, jongens. Vanaf ik sta zeg inderdaad, Doody. Oké. Ik heb nu een... Ik heb nu een... heb je in je hoofd gekeken. Ik heb nog helemaal niks in mijn hoofd. Oké, okay, vanaf nu heb ik een nummer in mijn hoofd. Nu heb ik een nummer in mijn hoofd. Doody zegt wanneer het begint. Dus Doody telt af. 3, 2, 1 in de chat. En die bepaalt wanneer het begint. En ik... stuur Doody even via Instagram het nummer door. Wacht, dus Doody bepaalt wanneer het begint, hè? Dus Doody telt af in de chat en die bepaalt wanneer het begint. Dus als hij zegt het begint nog niet, begint het nog niet. Ik moet hem eerst natuurlijk een bericht sturen, dat welk nummer het is. Oké, getal onder de 100. Ik heb hem naar Doody gestuurd op Instagram. Oké. Okay. Dus als het... Oké, Doody heeft de start gezet. Ik zie hem nog niet, Doody. Zie jij hem? Ja, ik zie er een. Volgens mij heeft Doody hem ook gezien. Denk ik. Ja, Doody heeft hem ook gezien. Doody heeft hem ook gezien. Als het goed is. Michael lijkt me de eerste. Oké. Okay. Michael, wat is jouw PSN? Michael Nelissen. Feyenoord MVV. Dus je bent van Feyenoord en MVV? Heb ik dat goed? Ik neem aan de bovenste. Alright. Oh, ik krijg tenuutjes. Bereid je voor FIFA 19 door 5 van de meest populaire tenuutjes uit FIFA 18 te verdienen voor je FIFA. Oké. Okay. Volgens mij is het nu ook dat je mannen last kan krijgen, toch? Futties winnaar. Ja, ja, ja. Win deze week 9 online seizoenwedstrijden en verdien futties winnaar van... Oh, mannen last moeten we halen, pik. Oei, joh. Oké. Okay. Alright. Hoe weet ik of die er al is? Heb ik een uitnodiging? Ik heb hem wel geaccepteerd. Let's think hoe met me in de party. Ja. Waarschijnlijk is hij Fortnite aan het doen. Heb ik al een invade van je? Oh, zojuist. Dat zal nog wel niet ertussen staan. Wacht, makkelijk kijken. Sta je online of offline?
Je staat offline, als het goed is toch? Ja, je staat offline, oké. Maar staat er nog niet tussen. Oh, ik heb mijn uitnodiging, oké, chill. Oké, okay, let's go. De fotovegers. Wat betekent fotovegers? Oh. Yo, Justin, dat is goed, jongen. Jezus, je hebt wel lekker teampje, pik. Jeetje. Icardi. Oh jee. Oh, daar ben ik. Ik heb ook nog nooit zo'n gekke kop gezien in mijn hele leven. Jezus. Nee, je zegt de bal. Oh. Ah. Oh, mooi gespeeld. Zo, wat een kans. Oh, joh! Nee! Oh mijn god. Oh mijn god, te stegen, jongen. Goed begin. Goed begin. Oh mijn god. Ah, dat moet even, hè? Dat moet even. Oh, geweldig. Ah, oh, reageer niet. Oh. Ja, ja.
Ah, ik denk verkeerd. Ja. We zijn er boos, wat is tegen? Ja, ik heb geen idee. Maar het is pas de eerste weekend dat ik hem echt op doel sta. En hij heeft wel goede ballen gepakt. Alleen ja, als dit gebeurt, ja, weet je, kan je niks aan doen. Waarschijnlijk zit het gewoon in de game. Dus ja, doe je niks aan. Nee, hij loopt in de weg! Hij loopt in de weg! Ah! Nee. Oh! Oh, goede redding. Mooie aanval. Zo! Oh! Zo, een kans zeg. Oh, te stegen. Ah, oh, zwaar is zo goed, man. Oh jee. Yeah. Ach. Oh, mooie aanval zeg. Ja, heel mooi, heel mooi, heel mooi gespeeld. Oké, potje tegen Tony. Elke ronde is anders. Ik doe vandaag denk ik 4 potjes. En iedere keer is anders. Dus dit keer was een getal onder 100. Misschien is de volgende keer weer wat anders. Eens even kijken. Let's go. Ik kan eens een pakje hier bijna wel. Ja.
Ja. Lekker daar, man, jongen. Let's go. Ah, goed verdedigd. Oei. Ja. Nee, toch? Oh, mooi bal zeg. Oh, mooi goal. En een mooi goal. Hoe zei je Twente? Ik kan het niet meer veranderen, man. Ik kan het helaas niet meer veranderen.
Wow, wow. Oh, heb ik iets gemist? Ja, heel veel. Heel veel, je hebt alles gemist, helaas. Stream is alweer klaar. Nee, een grapje. Ga ik zeker niet vergeten, dame, komt helemaal goed. Zit ik bij de verkeerde club, David? Wat dan? Xbox, het is geen Xbox, nee. Ik heb wel een Xbox, maar dit is geen Xbox, nee. Ja, goed gespeeld, man. Goed gespeeld. Poeh. Dat is wel een zweet ervoor, man. Hè? Jeetje. Oh. Die goal van de wedstrijd van de sterkste die niet eens bij. Dat wel jammer. GG. Nu tegen mij, wacht. Ik heb een. Ik had een bericht gehad. En dat was de eerste. Toompje zei tegen mij. Voor degene. Die Twitter hebben. We doen straks doen we iets voor Instagram. Die Twitter hebben, doe hashtag tuurlijk. En tag mij erin. En de eerste die, waarvan ik een melding krijg, die mag spelen. Dus tweet, hashtag tuurlijk, tag mij erin. Of noem het, zo'n etje. Add mij erin en dan je eerste mag spelen. Hey, wacht, ik heb al een winnaar. Dat ging heel snel. Jordi ter Horst. Jordi ter Horst is de eerste. Jordi ter Horst. Jordi ter Horst. Wat is je PSN? En hoe heet je trouwens hierop? Op YouTube.
Oh ja, je heet gewoon hetzelfde op YouTube. Ook Jordi de Rost. Oh, je hebt me al geen invite? Jordi de Rost. Oh, dan komt toch. Terhorst. Dan is dat Jord. Jordi Terhorst. 99. Toch? Ja, daar is hij dan. Daar is hij dan. Jordi Terhorst in de building. Jordi Terhorst. Het kan zijn, jongens, dat je een klein beetje delay hebt. Dat komt niet door mij. Dat komt namelijk omdat IE aan het streamen is. En als IE aan het streamen is, dan heb je delay. Dan hebben ze altijd problemen met issues met de WikiLeak en noem maar op. Dus het kan zijn dat je een beetje delay hebt en dat komt niet door mij in ieder geval. Dat je dat weet. Don't blame the messenger. Invite maar als je me kan vinden. Dan zie ik het zo verschijnen. Ik heet gewoon Tony Coconel, ja zeker man. Ik heet gewoon Tony Coconel. Dacht het wel, Tony Coconel. Ziek team, ja lekker teampie hè. Ik wil alleen nog tot die Ramos en tot die Ronaldo of tot Ronaldo en dat vind ik hem helemaal prima eigenlijk. Ja, dat vind ik wel mooi geweest. Heb je gehad? Tuurlijk, invite maar als je ready bent, man. Als je helemaal ready bent. Ready to go. Go, 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 go. Let's go. Speel nog Weekly League. Zeker, ik ga 6-0. 6-0, alleen toen ik delay kreeg was ik gestopt. Yes. Vandaar. Ik ga kijken of we jullie kunnen vinden. Ik denk het niet, maar... Voor wie wil je tot Ronaldo doen dan? Van Henry. Om aan de rechterkant te hebben. En misschien wil ik nog 99 zwaar, zou ik wel lekker zijn. Als ze toch bezig zijn, hè? 99 zwaar is. Zou weer heel ziek zijn, trouwens. Maar ik twijfel een beetje of ik... Zoals in de spits wil of achter de spits, weet je, achter R9. Dus ik twijfel daar nog een beetje tussen. Maar ik vind hem in de spits ook wel erg fijn. Hij heeft die hele lekkere looplijnen heeft hij. En hij staat altijd op de juiste plek voor rebounds of zo. Maar staat er niet tussen. Nee. Ja, hij is al een fight. She was only 11. Pussy killer, ja, yeah, wat is dit dan? Jordi. Jordi, waar zijn we mee bezig, Jordi? Oei. Ik speel tegen de pussy killer, jongens.
Gekke Jordi. She was only 11 en daarna gewoon die pussykiller gooien. Oei. Gevaarlijk. Ja. Ja, Thomas, dat is goed, jongen. Goed verdedigd, goed verdedigd. Nee, doe me bal. De Fortnite. Drie keer solo squad, Jezus Mike. Dat is ziek, man. Maat, sorry Jordi. Sorry Jordi. Ik was helemaal mijn focus. Ah, jammer man. Goeie kans, goeie kans.
Ah. Volg je het WK een beetje, Tony? Jazeker, ik kijk alles. Nou ja, ik kijk zoveel mogelijk, in ieder geval. Ik mis het wel. Ik was vorig jaar wel bij, alleen toen had ik echt super slecht gedaan. Maar ja, dit jaar gewoon niet goed genoeg, helaas. Ja, of te laat goed, laat ik zo zeggen. Misschien wel te laat goed, ja. Maar ja, joke wel weer. Ik heb wel meteen weer zin in FIFA 19, hoor. Om het weer te halen. Dat zou echt super ziek zijn als ik weer daar zou kunnen staan. Deze dan laat je winnen. Ik weet het. Ik weet het. Jullie laten me gelukkig winnen. Wel lief van hem. Ah, goed omschept. Oeh. Jammer jullie. Dat is de goal ever! Sorry Jordi, deze telt niet, deze telt niet. Sorry Jordi. Ik pak je aan mijn Sparta Rotterdam. Oké, nou ja, succes. Hoe kan je tegen je, Tony? Iedere ronde heb ik weer wat anders. Bijvoorbeeld de eerste ronde was getalende ronde. De tweede ronde was de eerste die natuurlijk zou op Twitter en mij erin tagde. En de derde wordt waarschijnlijk iets op Instagram. Dus, ja. Dus op die manier. Goed verdedigd. Ah, goed blok, goed blok. Domme draai. Het een bal. Ja, is bij de spelpik, sorry. En als je geen fut hebt, ja, dan wordt het lastig, man. Dan is de enige manier op evenementen komen van Pek Zwolle en dan kan je dan potjes tegen me doen.
Oh nee, wat doet hij? Ja, het was ook een schot, maar ja, dat verwacht toch niet dat hij door zijn been laat gaan. Oh, dat is erg. Pelle is zo snel, hè. Oh, oeps. Megabit Timer, Megabit heeft laatst gewonnen, hè, dat is zo'n toernooi. Die playoffs heeft hij gewonnen op de Xbox. Oeh! Goeie tech hoor, hé. Goeie tackle. Sorry, Jordi. Sorry, Jordi, man. Oh, goed gespeeld. Normale teams. Nee, ik speel alleen fut, man. Alleen fut. Met geen één toernooi, zeg maar, op met clubs is. Dus vandaar alleen fut. En het is gewoon een voorbereiding voor volgend jaar. Hè. Weet je wel, dat jullie ook nog een beetje warm zijn. Dat jullie ook nog weten hoe FIFA gespeeld moet worden als je... Als je FIFA 19 uitkomt, dat de demo uitkomt, weet je wel, dat je weer gaat spelen. En dat je dan niet helemaal koud bent. Dus vandaar de potjes. En de potjes is heel belangrijk. Zo.
Speel wel als carrière. Arjan, Pik. Ga eens heel snel naar mijn YouTube kanaal. En check eens mijn laatste video. Trouwens, goed gespeeld, Jordy, man. Goed gespeeld, maar Jordy, man, GG. En doe was geen PSV Feyenoord tevreden. Dat is gelukt, GG. Lekker, Jordy, man. Attakant, zoek veel stil, man. Oké. Hetzelfde wat we op. Hetzelfde wat we op Twitter hebben gedaan. Is hashtag tuurlijk. Gaan we ook op Instagram doen. Maar zet in je verhaallijn. Als je het erin hebt gezet en ik heb gezien, kan je het gewoon weer verwijderen uit je verhaallijn. Maar het is gewoon een leuke challenge. Kijk wie het als eerste is. Snap je? Dus je hoeft niet erin te laten staan of wat dan ook. Dus yes, let's go. De eerste, the first one counts. Dus zet het in je verhaallijn. Niet DM'en, maar in je verhaallijn. Op Instagram natuurlijk. Soccer Play Max. Ik heb vernomen dat we een potje gaan doen dus. Ben je ook in de chat? Zoek op Player Max. Hoe heet je op YouTube? Oh, dat is Thomas. Thomas, wat is je PSN? PSN is ja, ik ben er. Is dat je PSN? Ja, ik ben er. Oh, dat is Max. Zes, zeven. Alright, nu is het wachten. Dit is warm, man. Eindig je volgend seizoen in het linker rijtje? Ik was afgelopen seizoen ook in het linker rijtje. Ik was vierde geworden. Heel zonde. Het is echt warm, man. Hoe are you? Pelle, zijn dribbels heel erg goed en zijn schoten zijn inderdaad heel indrukwekkend. En voor de rest, ja. Is niet heel best. Dus zijn dribbel is gewoon, het is een soort Neymar, alleen iets flexibeler, denk ik. Eigenlijk. Maar als ik zou moeten kiezen, ik heb 98 Neymar niet geprobeerd. Maar ik zou dan toch voor 98 Neymar gaan. Als ik zou moeten kiezen tussen Pelé of Neymar.
Op een virus, ja, dat heb ik, alleen dan hoor je dat heel erg in een stream en dat is niet fijn om te horen in een stream. Voor jullie. Kijk, voor mij is het chill, maar voor jullie is het niet fijn. Snap je? Control this alright. Darwin, als ik jou was, zou ik even bellen, man. Ik denk dat er iets mis is gegaan. Even kijken hoor. Ik zie nog steeds niet staan. Als je me trouwens ziet, Max, dan mag je mij uitnodigen. Want ik zie jou niet staan. Ja, komt eraan, ja. Ja, nee, ja, heb je wel extra van hem. Oh, ik zie je, ik zie je, ik zie je. Max is van Pek Zwolle. Of niet, of heb je gewoon een lijn logo van Pek Zwolle? Ja, maar ik bedoel, Toompie Meester, als hij wat later is, dan is het super druk en dan wordt hij vers gemaakt, dus dan is hij wat... Is hij lekker warm, snap je? Hou boonjes, zeg ik niet. Yo, Robin de Wilde, Robin de Wilde. Nee, pack logo en mijn squadnaam is opgezwollen. Oh, vandaar. Alright. Hoeveel wordt het, Tony? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee hoeveel het wordt. Die FUT WK cards. Tony, yo, yo Tony, waarom gebruikt iedereen die FUT WK cards? Die zijn niet goed, toch? Eens. Welke FUT WK cards? Geen idee, man. Daar, man, ik heb nog geen bakje koffie op. Die ga ik straks innemen als ik mijn weekly ga doen. Want ik moet nog wel een paar potten spelen. Waarom heb ik mijn hele team gekocht? Ik heb ook een groot deel verkocht. Ik heb best wel een aardig team. Ik moet alleen nog N9 en dan heb ik alles volgens mij. Zo wat. Nou, succes Tomax. Ja, dat is een lullig goaltje. Ah. Oeh, risico. Jeetje. Uh-oh.
goed verdedigd, goed verdedigd. Ah, slecht. Ah, dat is geen kaart hoor. En het was een keizer. Nou. Is je favoriete speler in FUT? Ik denk toch wel R9 of Tot Suarez. Hele set, heel slecht. Ah, lekker. Oh! Nee, het is bij het spel, denk ik, of niet? Nee, geen bij het spel. Lol. Scheids! Nu weer een carrièrevideo. Elke week komt er één video. Ah, goed verdedigd. Ah, Johnny's. Maar goed verdedigd. Met al je vest enough! Damon! Pas erop, jongen. Viva Tomax, hij staat heel compact achterin, dat is wel heel sterk. In het begin had hij één blundertje, dat is zonde, want anders was het echt een stuk spannender geweest, zeg maar. In de corner, ja, in die corner kan je niks aan doen, dat is gewoon een, weet je, een soort fout van Viva eigenlijk. En die kan je gewoon niet verdedigen. Dus dan was het eigenlijk 1-0 geweest. Dus dan deed het hartstikke goed eigenlijk. Sorry. Ja, ik ga even daar want daarna uit aan mijn auto, ik kan echt niet. Wanneer wordt potje Fortnite geëerd? Misschien morgenavond, man. Misschien morgenavond kan wel. Maar je bent morgen officieel kampioen, toch? Oh nee, hij raakt hem aan. Oh, wat is Johnny.
Oh, wat een schot! Zo, wat een tackle zeg! Wat is je lievelingsfruit? Ik denk toch wel banaan of aardbei. Maar ik vind bramen ook wel heel erg lekker. Zonde. Want de steek is untradable en ik heb degene verkocht zodat ik Suarez kon halen. Dus dan weet je dat. Oh. Jammer man, goede actie. Oh, foutje. Zo, chop je mel, jongen. Gelukkig dat hij geen penalty gaf trouwens. Je weet me nooit. Nou, goed verdedigd. Ah. Tuurlijk. Ja, ja. Lekker bolletje piek. Ach. Zo, zieke actie. Zonde man. Dat is een mooie actie. Kom eens. Kom eens. Kom eens. Woe. Ah.
Joo. Se oli... Už je hořkem pak i kofi, jak teda pohoj. Oh. Ja, Max gaat me gewoon verschut zetten hier, jongens. Hij gaat me helemaal verschut zetten. Ah, wel leuk potje, Max. Nee, dan mag je dat zo meteen. Ben je gemeen daar allemaal, jongen. Lekker. Ah, Suarez, Picky. Zo. Oh, wat een tackle. Ah, GG man. Goed gespeeld. Max niet leuk, denk je? Sorry, Max. In de Eredivisie. Nou ja, ze hebben wel een hele sterke voorbereiding gehad, hè? Ze hebben van Excelsior met 5-0 gewonnen, dacht ik. Dus ik verwacht wel minimaal een top 10 klassering eigenlijk. Oké. Hoe moet ik mijn volgende potje bepalen, jongens? Is ook mijn lijn meteen mijn laatste potje waarschijnlijk? Waarschijnlijk. Zeven bullshit goals. Nou, damon, jongen. Gewoon tegen mij spelen. Wie als eerste in fight stuurt? Ja, maar heel veel mensen hebben mij niet als vriend, dus dat is niet echt eerlijk mooi. Ik kan je wel leren onderhandelen met Veerman. Ja, dat ging helemaal mis, man. Holy shit. Het is Damon. Oh, sorry, Damon. Damon. Sorry, Damon. Onder de 30. Kijk, ik ben echt een handelaar, Toompie. 10k van Veerman, 1 euro voor de jong. Easy. Oké.
met een drie potje duo gewonnen. Dat is waar, dat kut. Hoe gaat het, Tony? Lijkt met jou, Gameboy. In geval, dat is niet eerlijk, want je kan soms niet sturen. Maar hoe moet ik je dan bepalen? Doe de live very early mode? Nee. Dat was de beste show. op een video. Ja, maar dat is lastig, man. Die krijg ik laat binnen vaak. Dus dat is lastig te doen. Stel een vraag. Oké. Stel een vraag. Een persoonlijke vraag. Wat staat er op mijn shirt? Wat staat er op mijn shirt? En jullie kunnen het heel moeilijk lezen. Dus ik kom iets dichterbij zitten. Ik doe mijn oortjes even uit, kan niet lezen. Wat staat er op mijn shirt? Ja, Mike van Donk is de eerste. Zonder verdaai. Mike van Donk. Mike van de Donk. Let's go. Wat is je PSN, Mike? Hoi Annie. Mikey Spikey. Show. Mikey Spikey. Oh, ik ben moe, man. Let's go. Let's go, Mikey. Als je me ziet, invite me. Let's go. Wat is je lievelingsspel? FIFA, altijd. Ja, tuurlijk, Noah. Ze blijven allebei in vorm, weet je wel. Ik kan ook net zo goed verliezen, hè. En als ik verlies is het ook niet erg, het is gewoon, zeg maar dat we even het gevoel hebben dat we FIFA spelen, zeg maar. Even de vorm vastpakken, voor FIFA 19, weet je wel, hoe werken die knopjes ook alweer. En daar is dit gewoon meer voor, zeg maar, dat je gewoon even een potje kan doen, weet je wel, oké, weet je wel. En voor jullie is het misschien extra motivatie dat jullie weer gaan spelen, zeg maar, om een potje tegen mij te doen. Dus op die manier dacht ik, hey, weet je, het is gewoon vet, zo blijf ik in vorm, of nou ja. Kan ik een beetje spelen? Kan iedereen een beetje spelen? Dus vandaar. Ik dacht dat is wel hard. Zie ik erom, je kan altijd, laat ik al een shit door je eens over. Is goed, Mike, ik wacht. Je wordt geweigerd, ja, zieke run. Ja, helaas. Helaas. Is dit je laatste potje? Misschien wel, weet ik nog niet. Als ik me na het potje nog wakker genoeg voel, dan doe ik er nog wel. 1 of 2, maar anders is dit wel mijn laatste. Dus ik moet even kijken hoe ik me na het potje voel. Leuk carrière, maar ging handelen, ging nog niet zo goed. Nee, het ging inderdaad nog niet zo goed. Ik hoop, ben aan het oefenen. Ik heb nu, wacht, ik ga even laten zien. Ik ben aan het oefenen met handelen.
Ik heb nu een carrière met Manchester United en ik simuleer gewoon alles, ik speel helemaal niks. En dat gaat handen wel een stuk beter, dus ik was al aan het oefenen. Eredivisie complaties, yo! Was goed. Mogelijk. Toen was ik vroeger ook altijd al goed in voetbalpleis raden. Ik moest eens weten, jongen. Ik moest eens weten, Demon, jongen. Poeh. Yo, Tom Box, was goed, jongen. Yo, Mella. Mikey Spikey is ready. Ready to go. Uh-oh. Volgens mij kunnen we niet spelen. Oh, toch wel. Ik denk al, dat is erg lang. Ook een Feyenoord shirtje. Mikey Spikey is ook wel voor Feyenoord. Ik denk wel dat Mikey Spike hier aardig potje shooten komt. Haha, offside. Op jezelf te eindigen in de Eredivisie kampioen, jongen. Beker. Oh, met OSN denk ik, Dutch. Helaas. Ah, ik tel hem al. Ik denk dat Mike in disconnect heeft. Ik denk dat Mike je in disconnect hebt. In feite maar als je ready bent, Mike. Waarschijnlijk kan je hier niks aan doen. Oh jee. Thank you.
Alright, let's go Mikey! Poging 2. Als nu eruit vliegt, dan zeg ik wel, ik kies iemand anders uit, maar... Ik vind dat je er niks aan kan doen natuurlijk. Let's go. Ah! Oh. Oh! Nee! Best spel. Dat je bent in de Eredivisie, dankjewel Noah. En Noah, we gaan een OSM competitie doen. Ja, als ik genoeg van die bij muntjes heb, wel. Moet even kijken. Ah, gossies. Oh! Bijna. Oeh.
Oei, 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 oei. Ah, schon nicht. Goede actie hoor. Oh. Let's go. Ah nee, schijt. Oh mooi. Ah jammer man. Mooi voor jou. Zo. Zo. Lekker walken. Ja, ja. Tuurlijk. Go. Mm.
Rustig! Lekker Kelvin. Wow! Oh, goeie goal, goeie goal. Gaat over voor de top 3, ik hoop het man. Ik hoop het, zal wel lekker zijn. Maar ja, inderdaad, ik wil wel gewoon kampioen worden, dus dat lijkt me wel dik. Ja, wordt natuurlijk super moeilijk, maar het zou wel dik zijn als ik kampioen zou worden. Lekker Menno. Alrighty, alrighty, alrighty. Zo, goeie blok, zeg. Ah!
Ah, jammer. Slaap bij live. Niet heel lang meer. Je moet ook op tijd slapen. GG Mike, jongen. Goed gespeeld. Mikey Spikey. Goed gespeeld, man. En jongens. Ga er weer mee ophouden. Morgen komt Bigger League was online. Om 7 uur als het goed is. En volgende week vrijdag ben ik gewoon weer live. En donderdag is gewoon carrière. Vrijdag ben ik weer live. Zaterdag is gewoon weer Weekly Rewards. Dus, dan weten jullie dat. Ja, je speelt lekker man, Mike. In het begin had je een beetje moeite. Uiteindelijk ging het steeds beter. Een klein potje nog. Er bestaan geen kleine potjes, jongens. Wel korte potjes. Oh. Dus ik ben er volgende week vrijdag ben ik weer live. Dus. In ieder geval, thanks voor het checken, man. Thanks voor de potjes, jongens. Ik vond het gezellig. We kunnen volgende week weer, man. Wart, uiteindelijk komt iedereen aan de beurt waarschijnlijk. Dus het komt helemaal goed, man. Ik zie jullie hopelijk volgende week. Dus later, peace out. Fijne avond, tot volgende week. Ik heb morgen niet de dikke die was 7 uur online. Dus let's go. Ik ga hier voor naar solos droppen. Nee, man. Ik ga zo lekker pitten. En nog een paar potten dikke league, denk ik. Want ik heb pas 6 gespeeld. Dus in ieder geval, thanks voor het checken. Later.